Jesse van Gelderen zit hier in de... waar zit Jesse van Gelderen? 18. Oh, hallo Jesse. Je hebt een vraag in ieder geval aan Danny. Als u als VAR zit en vraagt de scheids om te gaan kijken op het scherm... drukt u dan uw mening door of luistert u naar de scheids? Zo vraagt Jesse. Ja. Nou, dat is wel een hele goede vraag. Want als je als VAR overtuigd bent dat het een penalty is... en de scheidsrechter komt bij het scherm en die heeft het gevoel van... nou, dat vind ik niet, dan kun je twee dingen doen. Je kunt heel snel accepteren van, nou, oké, dan niet. Of je probeert hem toch nog wat ander bewijsmateriaal aan te voeren... door andere camera's van, kijk, als je dit ziet... vind je het dan nog steeds geen straf? Had je dat bij Huntelaar, bij die rode kaart? Dat je zei van, jij vond het rood, maar Dennis Higgler vond het geen rood. Heb je dan gezegd van, kijk nou even nog een ander beeld? Nee, want kijk, mijn voorkeur is een rode kaart. Maar ik vind een tweede gele kaart vind ik niet duidelijk fout. Ik vind als hij in het gezicht was gekomen, of het was meer een stoot... dan had ik het echt wel gezegd van, joh, ik wil dat je naar het scherm gaat. Maar het was meer, het zat er eigenlijk een beetje tussenin. Ja, dan is het twijfelachtig. En dan steun eerst schouder, hè? Ging eerst schouder. Ja, eerst de schouder en dan gaat die arm erin en... Nou, je hebt wel dit seizoen zo'n moment gehad. Dat was bij Utrecht PSV, wat een heel duidelijk geval was. Dat was dit moment waar iedereen zei van, ja, dit is gewoon een penalty. Ja. Jij als VAR zei ook, het is een penalty. Ja. Van Boekel op dat moment, de scheidsrechter, die besloot in eerste instantie niet tot penalty. Ook in tweede instantie niet. Ja. Daar is heel veel discussie over geweest. Ja, en achteraf bleek ook dat de VAR jij dus gelijk had. Nou ja, weet je, het gaat me niet zozeer om het gelijk. Maar het is ook goed om te weten, ik ben alleen maar adviserend. Net als dat een assistent dat is of een vierde man. De scheidsrechter neemt uiteindelijk de eindbeslissing. Die is eindverantwoordelijk. En ik heb hem verteld van, nou, ik vind het een penalty. Hij glijdt weliswaar uit, maar hij gebruikt zijn arm. Hij brengt de speler ten val. Ik vind het een penalty. En als de scheidsrechter dat niet vindt en hij wil anders besluiten... is dat zijn goed recht. Ik ben alleen maar adviseren. Hoe zou het beter kunnen, de VAR? Want kijk, volgens mij, iedereen aan tafel is erover eens, denk ik, VAR, oké. Okay. Heb je vanmiddag gekeken? Ja, vanmiddag gezien, die handsbal. Excelsior. Ja. Ja. Nou, ik was er echt van overtuigd. Ik zat in het stadion. Ik was ervan overtuigd dat het een penalty was. Ja. In de draaiende arm. Ja. Weet je? In de zwaaiende arm. Nou, toen zag ik hem terug uit een ander beeld. En dan kreeg hij hem gewoon tegen zijn andere hand. Ja, ja en dan zie je, dan, wat John zegt, dan zie je weer hoe belangrijk het is. Welke camera gebruik je? Want het kan soms ook echt wel bedrog zijn. Dat je hem vanuit die kant ziet. Dan denk je, nou, een handsbal. En dan zie je hem vanuit die kant zit er gewoon lucht tussen. En daarom is het zo belangrijk dat je alle camera's benut. Ja. Dat is bij dingen ook, denk ik. Toch bij, was dat Tottenham? Tottenham Manchester. Ja. Ja, dat was precies zo. Nee. Die bal op zijn heup. Ja, bij die spits. Ja, ja. Daar was ik ook de VAR. En het schot komt en ik denk in eerste instantie van corner. En we checken hem altijd gewoon voor de zekerheid. En toen schrok ik, dacht ik, kijk nou wat. Hij komt gewoon op zijn arm. En dan ga je kijken, is het bewust, is het strafbaar? Is je hartslag bij de VAR groter dan tijdens het gewoon het fluiten? Ja. Ja, dat is echt waar. Ik heb echt wel als VAR soms stress. En dat zit er met name in... Maar dan moet je er niet in gaan zitten. Maar het is toch apart? Ja. De scheidsrechter is leading. Ja. Ja. En dan is het toch raar dat jij... Ja, maar heb je die wedstrijd zien kijken? Nee, maar, ja, nee. Ja. Het is een beetje hetzelfde. Ja, maar je kan natuurlijk... Als scheidsrechter, dan heb je bijna geaccepteerd... ik ben gewoon een mens, ik kan fouten maken. Ja. En in de wedstrijd kan ik die fout misschien wel zelfs compenseren. Als VAR moet alles 100% perfect zijn. Bijna wel, ja. Ja. Eens. Hoe zou het beter moeten, de VAR? Nou, wat ik zelf heel fijn zou vinden, is nu weet iedereen dat een VAR een scheidsrechter alleen maar kan sturen als het duidelijk fout is. Dat is ook het protocol, zo hebben we het ook uitgelegd. Als de scheidsrechter gaat, in principe stuur je de scheidsrechter omdat je vindt dat hij zijn beslissing moet wijzigen. Ik denk dat het makkelijker zou zijn dat we een scheidsrechter ook kunnen sturen in geval van gereden twijfel. Dat we zeggen van, joh, ik heb hem eens teruggekeken. Het is misschien niet duidelijk fout, maar ik heb hier toch wel een hele grote voorkeur voor een strafschop. Ja. Ga toch nog even kijken. En dan gaat hij kijken en dan kan hij zelf zeggen van... nee, ik vind het toch niet. En dan heb ik er ook vrede mee. Want dan zeggen mensen, nou, dan heeft hij hem zelf nog een keer beoordeeld... en hij vindt het dan nog niks, dan is het prima. En ik vind dat we daar meer naartoe moeten. Dat we ook in een situatie die heel erg twijfelachtig is... ga gewoon nog een keer kijken. En wat voor momenten dan? Alleen de penalties? En ja, de rode kaarten, penalties. Okay. Dat soort momenten. Ja. Maar nu weet je, als je geroepen wordt... Hè, vanmiddag dan even bij Excelsior... Willem II. Ja. En hij heeft een penalty gegeven. Je weet, als hij geroepen wordt, dan kan je ervan uitgaan dat hij weg wordt gewezen. Ja, ja omdat kijk, het publiek verwacht het ook. Ja. Want als je scheidsrechter gaat, verwacht het publiek... Dan is het anders. Ja, de VAR vindt het geen penalty, dus we gaan hem wijzigen. En als die scheidsrechter zegt, nee, ik blijf bij een penalty... dan is het beeld bij mensen van, de scheidsrechter en de VAR zitten niet op één lijn. Ja, precies. En terwijl je ook gewoon een scheidsrechter van, je kunt hier een penalty vergeven... maar ik heb een hele grote voorkeur voor niet, kom nog even één keer kijken. En dan denk ik dat we veel meer grip krijgen.